Het dessert is de barbecue ananas. Dus kijken wat er allemaal in het doosje zit. Hier limoenschotjes. Ananasjes. En dit is limoen jam. En we hebben natuurlijk ook nog ijs, maar dat zit in een diepvries. Voordeel van dit gerecht is dat je eigenlijk geen bereidingswijze hebt. Dus alles is aan kanten klaar, hoeft het alleen maar op bordjes te leggen en dan zijn we klaar. We beginnen met de ananasjes. Dat doen we in een schaaltje. We leggen de ananasjes onder in een bord. De sop werd gemaakt van ananas en rode peper. Ik vind het zelf wel handig om het ijslip een beetje warm te maken. Daarvoor heb ik zelf een pannetje water opgezet. Misschien heb je thuis een koeker of gewoon een hele hete kraan. Is het ook goed. Het moet natuurlijk niet super heet zijn dat je handen eraan verbranden. Maar net zo warm dat hij mooi door een warm mes, als een warm mes door de boter in gaat. Als het te heet is, dan smelt je ijs ook meteen. Dat willen we ook niet hebben. We maken een mooie bol. Die leggen we midden op de ananas neer. Vervolgens pakken we de limoen jam. Doen we een beetje over het ijs heen. Dan pakken we de schotjes. Zetten we zo twee tegenaan. Zo. Eet smakelijk.